Het MAN staat voor Munitiecomplex Mantingenveld. Zo gaat het museum in het voormalige munitiecomplex bij Nieuw-Balingen heten. Alle 22 munitiebunkers worden ingericht met allerlei soorten bedreigingen. Van Joodse werkkampen tot de Koude Oorlog. En van de toestand in Syrië tot noodlijdende boeren. Wat nu nog afzonderlijke kale betonnen bunkers zijn, moet een bijzonder geheel worden. Nou, als je daar binnenkomt, dat is de monumentale status. Het is al een museum op zich. Je hoeft eigenlijk de poorten maar open te zetten. En het is al bijzonder met al die gebouwen. Maar daarnaast in elk van die 22 gebouwen is wat te doen. In het ene gebouw is een tijd voor bezinning. Andere moment is een soort speelparadijs voor de jeugd. Die kunnen daar klimmen en klauteren. Er is een grote bioscoopzaal gepland. Er wordt een barak herbouwd. De Dutch Peace Army laat zien hoe je kunt sleutelen aan militaire voertuigen. Je kunt er een hof gaan maken in zo'n militair voertuig. Kortom, het is eigenlijk een avontuur. Overal waar je binnenstapt moet je weer afwachten wat daar te doen is. Om het museum in te richten is ruim €1 miljoen nodig. De initiatiefnemers denken dat de plannen een duw in de goede richting hebben gekregen nu het munitiecomplex is uitgeroepen tot monument. Nou, een heel belangrijke stap was deze week de erkenning dat het hele complex een Rijksmonument is geworden. Daar zijn we heel erg blij mee. Het was eigenlijk het enige jong monument in Drenthe wat uitgeroepen is tot monument. Dat betekent dat alle gebouwen sowieso blijven staan. Dat was een hele belangrijke stap en nu hebben we dit bidboek. En met dit bidboek gaan we nou de boer op om proberen gelden te genereren. Volgend jaar moet het eerste deel van het MAN klaar zijn. En in 2017 helemaal. En wordt gerekend op jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers.